بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله برودس قد الله سبحانه وتعالى دير كير فرص موخلك مات ام هير بالكار تكوما انت سبريكا اوفر اين فن دي بلانغرأكت اونذرب اف نيت هت بلانغرأكت اونذرب اس ان دي عقيدة فن دي مسلم. En omdat het zo belangrijk is, en omdat we willen dat de liefde tussen de broeders groeit, vraag ik jullie allemaal om nog dichterbij te komen. Dat zometeen zullen misschien andere mensen ook komen. Dus kom even een beetje dichterbij tussen de broeders. Ook de broeders die achterin zitten. En ook op deze manier zien we als we yani, in de landen van de islam bij de ulema zitten, bij de, yani, dan zitten de broeders, of de studenten zitten op deze manier. Dus als wij proberen ook yani, die manieren na te doen, zoals imam Nawawi zei. En wat zei imam Nawawi ook weer? Niemand van hen te lijken. Als je niet van de vrome bent, probeer niemand te lijken op de vrome, zodat je inshallah van de vrome wordt. Wij hebben meerdere keren ook gesproken. Ik weet niet, waarschijnlijk weet iedereen wat de titel is van deze les. De titel van deze les is: waar is Allah? Waar is Allah? Voor we het vraagstuk gaan behandelen, wil ik eerst uiteenzetten, en dat weet natuurlijk iedereen, maar het is alleen maar een herinnering, dat de tawhid van Allah subhanahu wa ta'ala in hoeveel gedeeld wordt, broeder? Hoeveel pakken heeft de tawhid daar? Het zijn drie soorten tawhid. Bekende indeling. Het is natuurlijk maar één tawhid, maar die ene tawhid wordt in drie takken gedeeld. Weet jij, broer? Weet jij? De naam van die drie? Nee, ik vraag hoe. Ja, drie. De namen van die drie. Je zei al drie dus. Ja. En wat zijn de namen ervan? Beetje vergeten. Wie weet het wel? Zonder die jongens die altijd meegaan. De eerste akida, de eerste tawhid, dat is tawhid al-rububiyyah. Wat betekent de heerschappij, yani de eenheid van de heerschappij van Allah subhanahu wa ta'ala. De eenheid van de heerschappij van Allah subhanahu wa ta'ala. Al datgene wat van Allah subhanahu wa ta'ala na de schepping toe gaat, wat van Allah subhanahu wa ta'ala komt en na de schepping toe gaat, dat heeft te maken met tawhid al-rububiyyah. De eenheid van de heerschappij van Allah Jalla Jalalahu. Zoals het scheppen van de schepping. Allah subhanahu wa ta'ala schept de schepping. Hij is de schepper. Allah subhanahu wa ta'ala is de voorziener. Diegene die voorziet de mensen en dieren en alles wat bestaat. Hij is degene die voorziet. Allah subhanahu wa ta'ala is degene die leven geeft. Allah subhanahu wa ta'ala is degene die de dood doet veroorzaken. En Allah subhanahu wa ta'ala is degene die de regen nederzendt.
enzovoort enzovoort. Al hetgene wat van Allah subhanahu wa ta'ala komt, dat heet Tawhid al-Rububiyyah. De eenheid van de heerschappij van Allah subhanahu wa ta'ala. Het bewijs daarvoor, wij houden het steeds makkelijk, dat is te zeggen, Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, alle lof is aan de Heer. Aan de Heer, zo wordt heerschappij, Heer der Alameen. Wat betekent? De mensheid en jinn en alles wat bestaat. De tweede tawhid, welke was dat ook weer? Heb je net gehoord? Tawhid al-Uluhiyya. Daarom is het goed, broeders, dat we een pen en papier bij ons hebben, zodat we deze drie punten en ook alle profijten die we zo meteen gaan horen, inshallah, dat we die opschrijven. Want de profeet sallallahu alayhi wa sallam die zegt, qayyidu al-ilm bil-kitaba. Yani, leg de kennis vast door het op te schrijven. En als we niet schrijven, dan gaan we vergeten. Want er zitten hier geen, waarschijnlijk, Allahu a'lam, zou het dus kennen, want, yani, kleine Bukharietjes, die zo meteen, tijdens, yani, van datgene wat ze hebben gehoord, vanuit hun, yani, datgene wat ze hebben onthouden, yani, alles opschrijven. Tahil al-Uluhiyya is allesgene, of heeft te maken met allesgene wat van de dienaar naar Allah subhanahu wa ta'ala toe gaat. De eenheid van de aanbidding tot Allah. De eenheid van de aanbidding tot Allah subhanahu wa ta'ala. Wie noemt er maar een aantal vormen van aanbidding? Noem eens 2, 3. Aanbidding. Wat is dat aanbidding? Noem eens een aantal. Voorbeelden. En dat niet jij. We moeten ook leren, broeders, inshallah. Als ik iemand vraag dat je niet gaat spreken, want yani, daar help je je broeders niet mee. Als jij het wel weet, alhamdulillah, dat willen we juist. Maar we willen ook, yani, kijk, onze leraren kijken altijd naar de neusje van de studenten die het niet weten. En dan gaan ze juist vragen, weet je wel. En dan hopen we dat je het toch weet, inshallah. Misschien weet je het wel, misschien heb je het wel fout. Noem eens een aantal vormen van aanbidding. De salah. En? Wat nog meer? Zakat. En wat nog meer? Tweede vaart. Maar wie geeft nog een aantal wat moeilijkere soorten van aanbidding? Ja, zeg maar. Slachten. En wat nog meer? Drinken en eten. Oorspronkelijk is drinken en eten geen aanbidding. Ja, maar nu willen we duidelijke aanbiddingsvormen. Het kan wel aanbidding worden, maar er moet er iets bij, hè? Intentie. Maar ja, nu willen we het ding als aanbidding. Hier geeft een aantal aanbiddingen van het hart. Nee, dua. Wat? Vrees. Hoop, liefde, trouw, nederigheid. Goed zo, ja. Dat zijn allerlei vormen van aanbidding. Alle aanbidding mag alleen voor Allah zijn. Allah subhanahu wa ta'ala eist alle aanbidding op. Niks mag naar een ander dan Allah subhanahu wa ta'ala yani, gedaan worden. De aanbidding is alleen voor Allah. En datgene wat tegenover deze vorm van ibadah, deze vorm van tawhid staat, heet ash-shirk. Dat is het vereenzelviger van anderen met Allah in de aanbidding tot Allah. En dat is niet toegestaan. En daarvoor moeten we weten wat is tawhid al-uluhiyya en wat is datgene wat tegenover tawhid al-uluhiyya staat, en dat is shirk. Al die vormen van aanbidding die we net hebben opgenoemd, en nog andere, die mogen alleen voor Allah subhanahu wa ta'ala zijn. Voor niemand anders dan alleen Allah. Daarvoor is het heel goed om te weten, yani de verschillende facetten, de verschillende manieren van aanbidding. Met hart, met lichaam, met intentie, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Sorry, met alle respect, meneer. Om voor die broeders dat het niet overkomt dat we voor alleen direct in dingen zijn, maar ook in andere vormen van tahid. Ja, zeker. Ja, klopt. Ja, natuurlijk is er ook, kan ook shirk in Rububiyya. Nee. Sorry. Rububiyya, iemand die niet in Rububiyya gelooft, of niet zegt dat Allah de schepper is, of dat Allah de voorziener is, dan is dat geen shirk, dan heet het koefer. Waarom? Omdat is de oorsprong. Alle mensen, Allah heeft mensen van nature,
laten geloven dat het één God is. Op het moment dat je één van de eigenschappen van Allah subhanahu wa ta'ala ontkent, dan heet dat koefer en niet shirk. Shirk heeft te maken met het... maar dat is een hele goede vraag hoor, want shirk heeft te maken met de aanbidding naar Allah subhanahu wa ta'ala, naar hem en ook naar een andere toerichter. Het heeft te maken met aanbidding. Begrijp je? Het heeft te maken met aanbidding. Daarnaast zegt Allah subhanahu wa ta'ala, het bewijs voor tawhid al-uluhiyya is dat Allah subhanahu wa ta'ala zegt wa'abudu Allah wa la tushriku bihi shay'a. Aanbid Allah, maar vereenzelvig niks met hem in de aanbidding. Ja, tot Allah subhanahu wa ta'ala. Dus we zijn, Allah subhanahu wa ta'ala draagt ons op om hem alleen te aanbidden en niets met hem te vereenzelvigen in de aanbidding tot hem. En de bewijzen zijn meerdere natuurlijk, maar dit is niet, we zijn niet op dit moment aan het uitleggen wat de shirk is enzovoort enzovoort. Hebben we meerdere keer uitgelegd. De derde vorm, of de derde aftakking van tawhid, dat is tawhid al-asma wa sifat. De eenheid van Allah in zijn schone namen en eigenschappen. De eenheid van Allah in zijn schone namen en eigenschappen. Wij geloven. Elke moslim moet geloven in datgene wat ik na ga zeggen. Wij geloven in alle schone namen en eigenschappen die Allah subhanahu wa ta'ala zelf heeft genoemd in zijn boek, de Koran. En wij geloven in al die namen en eigenschappen die de profeet sallallahu alayhi wa sallam in de authentieke sunna heeft opgenoemd. Zonder het tahrif, zonder die namen en eigenschappen te verdraaien. Het in een andere context te zetten. Hè? Of zonder en zonder ze te ontkennen. Zonder deze namen en eigenschappen te ontkennen. En zonder te zeggen hoe dan tekief heet dat, hè? Zonder te zeggen hoe dan. Dat ga ik nu zo uitleggen. Dat ga ik nu uitleggen. Zo. En zonder de namen en eigenschappen, het gaat nu vooral om de eigenschappen, te vergelijken met de eigenschappen van de schepping. Huh? Al-asma wa sifat. De eerste, het bewijs hiervoor, is Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Heilige Koran in Surah Shura 11: Laysa kamithlihi shay, wa huwa as-sami'ul basir. En er is niks aan hem gelijk. Op een enig opzicht vergelijkbaar met hem, en hij is de alhorende, de alziende. Jullie moeten goed begrijpen, broeders, dat de islam is opgebouwd op het geloof in Allah. Islam in het algemeen en geloof in Allah in specifiek is opgebouwd vanuit twee oorsprongen. Nafi en isbaat. Nafi, ontkenning en bevestiging. Ontkenning en bevestiging. Zoals jullie weten, wij zeggen La ilaha illallah. La ilaha. Er is geen letterlijk geen God. Letterlijk geen God. De juiste vertaling zou zijn: niets of niemand heeft het recht om aanbeden te worden. Ontkenning. Niets of niemand heeft het recht om aanbeden te worden. Illallah. Behalve Allah. Behalve Allah. Hier zegt Allah subhanahu wa ta'ala in deze ayah: Laysa kamithlihi shay. Er is niks aan hem gelijk. Of niks, in enig opzicht daar vergelijkbaar met hem. Ontkenning. En hij is de alhorende, de alziende, de vestiging. Lees ik hem in die zin? Ontkenning en bevestiging. En is baat. Nafi wal isbaat. Het is dus niet toegestaan om de schone namen en eigenschappen van Allah subhanahu wa ta'ala
أي تفدراية سلام عليكم. En als we spreken over het probleem, waar is Allah? Dan moeten jullie weten dat dit een van de fundamentele punten is waar jij en ik in geloven. Iemand die niet gelooft in de manier zoals Ahle Sunnah en Jama'a dat hebben duidelijk gemaakt, hij is niet van Ahle Sunnah. Of hij naar hoog en laag springt, hij is niet van Ahle Sunnah. Alleen behalve natuurlijk als hij onwetend was enzovoort enzovoort. Maar dat is allemaal inshallah bij jullie bekend. Iemand die onwetend is, niet weet, nadat het bewijs hem duidelijk is geworden enzovoort enzovoort. En daarna het begrijpt, dan is hij inshallah. En daarna leest hij inshallah van Ahle Sunnah. Mocht hij na bewijs enzovoort 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 nog steeds niet geloven en doorgaan, dan is hij van wie? Ahle Bid'ah. Ahle Bid'ah. Dit is een heel kardinaal punt. Waar is Allah? Waarom heb ik deze titel genomen? Omdat als je gaat kijken naar de boeken van Aqidah, is dit het fundamentele punt waar Ahle Sunnah en Ahle Bid'ah een groot probleem over hebben gehad. Hierbij leren jullie ook een aantal fundamenten van Ahle Bid'ah kennen. En ook de fundamenten van Ahle Sunnah, wat nog veel belangrijker is. Alleen als jij weet, en daarom zegt Sheikh Khalid Tawzi, mijn sheikh, die zegt dat toen we Aqidah Wasatiyah aan het studeren waren, zei hij, we zijn nu bezig om Aqidat Ahle Sunnah te beschrijven. En het is heel belangrijk dat je eerst goed weet wat Aqidat Ahle Sunnah is, voordat je andere akaid, yani meervoud van Aqida, andere geloofsovertuigingen gaat bekijken. Niet zoals bepaalde mensen zeggen, nou jongens, we gaan eerst even met de allen lekker zitten, even discussiëren over wat het geloof van de christenen is. Of we gaan even lekker discussiëren over het geloof van de soefisme is. Of we gaan even lekker discussiëren over dat of dat. Nee. Eerst goed weten wat jouw eigen geloof is. En dan pas bezig gaan met geloofsovertuigingen van andere groeperingen. Ahle Sunnah wal Jama'a zeggen zelfs dat het verboden is om jezelf met andere geloofsovertuigingen te bemoeien. Voordat je duidelijk weet wat Aqidah Ahle Sunnah wal Jama'a is. En Aqidah Ahle Sunnah wal Jama'a leer je niet door even een boekje te lezen. Aqidah Ahle Sunnah wal Jama'a moet je leren bij een sheikh. Dat heb ik jullie ook meerdere keren verteld. Een sheikh waarvan je weet dat hij een sheikh heeft. Een sheikh waar je van weet dat hij een sheikh heeft. Hij heeft echt gestudeerd. En waarover je ook weet dat hij van Ahle Sunnah is. Waarover andere mensen zeggen, andere geleerden, want zoals broeder Boes altijd mooi zegt, een smid weet goed, weet beter dat een ander man een goede smid is. Dat is een hele goede. En wie weet er wanneer een smid een goede smid is? Een andere smid. Dat is hetzelfde met deze dien. Als anderen zeggen, hij is van Ahle Sunnah, of je hebt gehoord dat iemand duidelijk maakt dat diegene die jullie komt onderwijzen, of die bij jullie komt zitten enzovoort enzovoort, dat die van Ahle Sunnah is, neem dan. Net als imam Mohammed ibn Sirin zei, rahimahullah ta'ala, toen hij zei, we vroegen in het begin niet voor de kettingen, de ketting. Ketting, de overlever, de ketting van overlever, van overleveraad, hè. De ketting van overlever, we vroegen niet, wat is jouw ketting van overleveraad na de profeet Zandam? Omdat in het begin was iedereen, alhamdulillah, van Ahle Sunnah. En toen de fitna is gekomen, waarin de ulama een klein beetje verschil over hebben, welke fitna is het nou precies, maar waarschijnlijk zullen de fitna zijn van onder andere de Shia, de fitna van de Shia, of de fitna van Al-Qadariya, dat is allemaal in die tijd, hè. Qadariya, Shia, enzovoort, enzovoort, Gawarij ook nog, en andere fitna. Jullie weten wel iets van dat, en als jullie niet weten, kunnen we het later over spreken. Toen die fitna was gekomen, toen zeiden ze, Sammu Rijalakum. Toen zeiden ze, noem jouw mannen van jouw ketting. En toen, zegt imam Ibn Sirin, en toen namen we de hadith van Ahle Sunnah en we lieten de hadith van Ahle Bid'ah. Toen namen we de hadith van Ahle Sunnah en we lieten de hadith van Ahle Bid'ah. Daarvoor is het heel belangrijk, hè, om, als het gaat, vooral als het gaat om Aqidah,
dance ya aqida by iman lent lakin zai prevent this an aqida salim yani darlik is darlik authentic khut maar iemand dat is aqida niet helemaal duidelijk is het is echt een probleem om daarvan iets te leren want voor je het weet doet hij gif in de honing en dan smaakt het wel lekker maar je gaat er toch aan dood dus dat is yani, het gevaar van het leren bij mensen van Ahlul Bid'a ook al zien ze eruit alsof ze van Ahlul Sunnah zijn of ook al zeggen ze van iedereen zou zeggen van Ahlul Sunnah wal Jama'ah Ahlul Sunnah wal Jama'ah Ahlul Sunnah wal Jama'ah maar Ahlul Sunnah wal Jama'ah is dat heet mu'taqad dat heet geloofsovertuiging die geloofsovertuiging vind je in een aantal boeken die boeken inshallah zal ik jullie yani niet allemaal natuurlijk maar een aantal van die boeken zal ik jullie zeggen, ik geloof de broeders, zoals broeders Sjaak, die weten wel dat die boeken ook in Engeland verkocht worden en ook een aantal van die boeken zijn vertaald. Na deze les en na alle andere lessen raad ik jullie aan om deze boeken te kopen. Zoals bijvoorbeeld Aqidat al-Berbahari. Sunan al-Berbahari. Al-Berbahari, dat is een van die boeken waarin je duidelijk kan zien, datgene die we hier gaan bespreken, dat het daarin staat. Inshallah 100%. En ook andere boeken, waar gaan we zo over spreken? Dus weet dat al deze yani, vier vier yani, fout is er meer dan een fout eigenlijk. Wat zullen we zeggen? Dwalingen, goed zo. Yani, al deze vier dwalingen, met al deze vier dwalingen, allemaal gemaakt worden door Ahlul Bid'a. Terwijl Ahlul Sunnah, de vier die we net hebben genoemd, verdraaien, ontkenning, zeggen hoe en vergelijken. We gaan het nou weer een beetje meer uitleggen, inshallah. We gaan nu, de eerste is tahrif. De eerste is tahrif. Yani, Ahlul Bid'a kijken naar de Koran en Sunnah. Want iedereen zegt tegenwoordig, wij geloven in Allah of we beleiden de islam van de Koran en Sunnah. Iedereen zegt dat. Salaam alaikum. Maar als je duidelijk gaat kijken naar hun manier van het begrip, dan is dat niet het begrijpen zoals Ahlul Sunnah hebben gedaan. Daarvoor moeten wij, en dat hebben we meerdere keren in onze les gezegd, moeten we proberen de Koran en Sunnah te begrijpen zoals de vrome voorgangers het begrepen hebben. Zoals de vrome voorgangers het begrepen hebben en zoals hun dat aan hun studenten hebben gegeven. En hun aan hun studenten, en hun aan hun studenten, enzovoort, 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 enzovoort. Tot aan de grote ulema van deze tijd. Dus de eerste fout, of de eerste dwaling, die Ahlul Bid'a doen, bij het begrijpen van de namen en eigenschappen van Allah subhanahu wa ta'ala, want dat is de tawhid, de laatste brief, de derde tawhid, die werden uitgelegd en daar willen we ook over spreken. Want het probleem, waar is Allah, heeft hiermee te maken. Heeft te maken met een dwaling en een hele grote fout in het geloven in de eenheid van de schone namen en eigenschappen van Allah. De fout zit hier. Daarvoor ook, als je da'i bent, als je met iemand yani, gaat spreken over islam, of je bent een verkondiger. Als je ook met mensen spreekt over bijvoorbeeld yani, Allah subhanahu wa ta'ala, en je begrijpt deze drie punten goed, dan kan je diegene gelijk indelen op welke plek zit hij? En als je de broer zegt, dat kan ook een shirk zijn, of het kan ook een grote, grote fout of een dwaling zijn in rububiyya. Dan weet je gelijk, als iemand zo'n vader in rububiyya heeft, dan weet je gelijk dat hij is. Mulhid is, mulhid. En hij heeft een probleem in het uiteindelijke geloof in Allah subhanahu wa ta'ala. Dus, dan weet je al hoe je met zo'n moet brengen. Of als iemand moslim is, hij is moslim. Maar hij heeft een probleem met bijvoorbeeld, ja, maar we mogen wel dua maken voor de olie enzovoort. Begrijp je gelijk? Nee. Het probleem zit in Oenwiyya. Daarvoor, over het algemeen, de boeken van Ahlul Sunnah, zul je zien dat ze eigenlijk niet beginnen met Tawhid al-Rububiyya. Om Tawhid al-Rububiyya is te natuuren in het hart. Ja, nee, inbegrepen. Want, zoals iedereen het weet, de Profeet is naar Quraysh toegestuurd. Als je naar Quraysh, de stam die in die tijd in Mekka leefde, een van de stammen, de grootste stam, en hij kwam daar niet om de mensen uit te leggen dat er een God is.
Don't you believe this? How come they don't believe the ayat like that? The unbelieving alayna Allah subhanahu wa ta'ala. And therefore, see that the book of Quran, the Sunnah wa Jama'ah, out here begin. That the book begin here. Kijk maar naar Usul al-Thalatha. Aan de Sunna, broeders, beginnen ook altijd met die manier te onderwijzen zoals hun voorouders dat hebben gedaan. Of hun voorvaders, hun voorbroeders, om het maar zo te zeggen. Die broeders die voor hen, die ulema die voor hen waren geweest, hun nemen altijd die weg. En zoals bijvoorbeeld sinds 300 jaar bekend is, dat ze over het algemeen als eerste, wat nemen ze als eerste? Usul al-Thalatha. Usul, ja niet de drie fundamenten. Wie is je heer? Wie is je profeet? Wat is je geloof? Met bewijsvoering. En daarna over het algemeen, ja, pakken ze soms tussen de shubahat. Want toen imam Abdulaziz ibn Baz werd gevraagd. Ja, Sheikh bin Baz. Alhamdulillah ta'ala, wat zijn goede boeken? Zei die Usul al-Thalatha en Kishf al-Shubahat. Qawaid al-Arba. Ja, yani de vier fundamenten. Dat is een ander boekje van Sheikh Mohammed ibn Abdulhab. De vier fundamenten. Dan zegt hij, al-aqida wasitiyya. Zegt hij, al-aqida wasitiyya van Sheikh al-Islam in de Taymiya. En dan zegt hij, al-aqida tahawiyya. Yani, luister maar op de beste, zegt hij, met de beste, altijd zegt hij deze boeken. Altijd zegt hij, dit zijn de beste boeken. Hoe kan je dan dat de andere, als we de mensen al-aqida studeren, dat ze niet deze boeken gebruiken? Waarom gebruiken ze andere boeken? Ook al zijn die boeken misschien ook wel goed, maar we moeten proberen om de manhaj, de methodologie, ook van onderwijs te gebruiken zoals ze zelf dat hebben. Zoals die, ja, die ulema die weten het beste hoe ze mensen moeten opvoeden. Daar hebben we over gesproken, broeders, in die les van Tasfiya en Tarbiya. Dus, een van de grote dwalingen, broeders, in het geloven van al-asma, het citaat, in het geloven in de eenheid van de schone naam en eigenschappen, is de verdraaiing. De verdraaiing, zoals ik in de Al-Ibana, derde Ibana, en die, inshallah komt die, inshallah snel naar je toe, heb uitgelegd, wordt in twee verschillende takken ingedeeld. Yani, de verdraaiing, wat heet het tahrif, wordt in twee verschillende takken gedeeld. Eén, verdraaiing in uitspraak. Verdraaiing in uitspraak. Zoals al-Bid'a zeggen, Allah subhanahu wa ta'ala, over de uitspraak van Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala zegt, وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. En als jullie de Arabische taal een beetje kennen, dan weten jullie dat al-fa'il, yani diegene die uitvoert is, diegene die uitvoert, dat hij met damma is. Dat hij geschreven met damma, met een u. En dat diegene op die, yani, wat dat? Leidend voorwerp, ik ben een beetje vergeten die grammatische zaken leggen. En dat is die leidend voorwerp is, dat hij met fatha is. Fatha. Wat zei Ahlul Bid'a, waliyadillah, die zeggen over deze aya? Yani, wa kallama Allahu Musa taklima betekent, en Allah zelf heeft Mozes aangesproken. En Allah heeft Mozes aangesproken. Wat zegt Ahlul Bid'a? Wa kallama Allaha Musa taklima. Hier hebben ze Allah leidend voorwerp gemaakt. Ja toch? Hier hebben ze Allah leidend voorwerp gemaakt. Dat betekent dat niet Allah heeft gesproken, maar dat Mozes heeft gesproken. En dit is tahrif. Dit is verdraaiing van de uiteindelijke uitspraak van Allah subhanahu wa ta'ala. Of het woord van Allah subhanahu wa ta'ala. Want de Koran is het woord van Allah. Dit is heel gevaarlijk. De andere, de tweede manier van verdraaiing is verdraaiing in betekenis. Wat zei je? Eerst uitspraak, tweede is betekenis. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, Ar-Rahman ala al-Arsh istawa. De meest barmhartige, Allah subhanahu wa ta'ala, is gezeteld op zijn heilige troon, op een manier dat bij zijn koninklijke hoogheid en majesteit past. Het is heel essentieel dat je, als je over Allah subhanahu wa ta'ala zijn plek spreekt, dat je het op precies deze manier zegt als ik het zeg. Of op een manier die dezelfde betekenis heeft als dat ik het nu heb gezegd. Allah subhanahu wa ta'ala is gezeteld. Allah subhanahu wa ta'ala is gezeteld op zijn almachtige troon. Op een manier
dat bij zijn koninklijke hoogheid en majesteit past. En daarnaast altijd zeggen we, lees ik hem niet wie hij zei, want hoe is hij al basier? Er is niks aan hem gelijk, of in enig opzicht vergelijkbaar met hem, en hij is de alhorende alziende. Deze ayah is het leidraad van alle sunna wal jamaa, dit betreffende al-asma wa sifat. Heel belangrijk, dit is, yani, dat is jouw geloof, 100%. Als je daar een fout in hebt, glas, dan kan je jezelf wel opvegen. Dat is super belangrijk. Heel belangrijk. Wat zegt Ahmed Bida? Yani, hoe verdraaien ze de betekenis? Istawa, en daar hadden we vorig jaar over, en bepaalde broers begrepen het niet. Maar inshallah dit jaar begrijp je het wel. Istawa betekent in de Arabische taal al-ulu wal-irtifa'. Al-istiwa betekent al-ulu, yani hoog, irtifa' boven. Hoog boven. Letterlijk. Wat zeggen hun? Nee. De betekenis van istawa is istola. Istola in de Arabische taal, zoals imam Ibn Arabi. Ibnul Arabi, niet Ibn Arabi. Want wie was Ibn Arabi ook alweer? Dat is Sufi. Ibnul Arabi, dat was wie? Al-Qadi Ibn Arabi, Al-Maliki, Al-Andalusi, Al-Sunni. Wat is een van zijn boeken, een van de bekende boeken die hij heeft geschreven, broeders die met ons hadith studeren? Ha? De uitleg van welke grootte van de zes imams? Uitleg van imam Tirmidhi. Dat hebben we laatst afgelopen zondag. Uitleg van imam Tirmidhi. Tuhfad al-Aridah. Tuhfad al-Aridah. Dat is van imam al-Arabi. Ibnul Arabi. Imam Ibn Arabi, zoals menig ulema, zoals Ibn Qayyim al-Jawzi, rahimahullah ta'ala, laat een rond zien wat Ibn Arabi zegt, Ibnul Arabi zegt, en hij zelf ook, is ook een grote alim in taal, en ook andere ulema. Yani, maakt hij duidelijk wat de uitspraken zijn van Ahl al-Ilm, dus betreffende de taalkundig de betekenis van het istila. En istola, wat betekent taalkundig? Als je teruggaat naar de betekenis van al-istila in de Arabische taal, dan is daar, dan is de betekenis van al-istila overgenomen na overrompeling. Overgenomen na overrompeling. Als je zou zeggen dat het istiwa en istila betekent, dan betekent het dat Allah subhanahu wa ta'ala niet de eerste was die op zijn troon heeft gezeten. En daarvoor, als je naar meneer Fred Leemhuis gaat kijken, in zijn vertaling van de Koran, hè, dan maak je daaruit op dat hij deze akida, deze manier van geloof, kijk maar naar vers 5 in Surah Taha, in het boek, de vertaling van Fred Leemhuis, en ook in de vertaling van de Ahmadiyya die jullie hier hebben, broeders, hier in deze moskee hebben we het al gezien. Komt u maar. Als je gaat kijken naar de manier van vertalen, dan zie je dat zijn manier van geloven, hij is natuurlijk ongelovig, hij is echt geen moslim, Fred Leemhuis, maar hij probeert ook de moslims deze akida te onderwijzen. De akida van al-Asha'ira. De akida van al-Mu'tazila. Van die dwalende groeperingen. Dat is de akida die jammer genoeg vandaag de dag heel groot verspreid is tussen de moslims. Maar dit is niet de akida van Ahl al-Sunna wal Jamaa. Keer terug naar de boeken waar we het zo meteen over gaan hebben, dan ga je jezelf zien dat de akida, de authentieke akida van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, de Sahara en al diegenen die daarna zijn gekomen en hun volle berichten hebben gevolgd, dat dit de akida is van Ahl al-Sunna wal Jamaa. En wat gebruiken ze daar als voor als bewijs? Een ruim van een dichter. Die heet Al-Achtal. En die Achtal. Al-Achtal. Die Achtal. Dat is een Arabische christen. Die Achtal is een Arabische christen. En inshallah, als jullie de Arabische taal kennen, leren jullie deze ruim kennen. Dan weten jullie yani, het bewijs van Ahl al-Bid'a, die ze aanhalen. Maar al-Imam Ibn al-Arabi en Ibn Qayyim en andere ulema
laten zien dat deze manier van een istiwa begrijpen, deze manier van een istiwa begrijpen, dat niemand daarvoor, yani in de Arabische taal, zo een istiwa heeft begrepen. Want een istiwa in de Arabische taal betekent, zoals ik al zei, al-ulu wal-irtifa. Hoog, boven. En betekent niet, alhamdulillah, betekent niet overgenomen na overrompeling. Want al zou dat betekenen, dan zou het betekenen dat er al een ander voor Allah subhanahu wa ta'ala op de troon heeft gezeten. En daarna is Allah subhanahu wa ta'ala gekomen en heeft hem van de troon afgesnapt, astaghfirullah al-azim. En daarna is Allah subhanahu wa ta'ala heeft zichzelf gesteteld op een manier die wij zijn hoogheid en mij zet dat op de almacht getroond. En dat is een dwalende uitspraak. Die niemand, maar dat ook niemand van de zelf onze vrome voorgangers heeft uitgesproken. Alleen Ahl al-Bid'ah die naderhand zijn gekomen van al-Mu'tazila en al-Asha'ira enzovoort enzovoort enzovoort. Daarna hebben we het ta'fil. Wat betekent ontkenning? Tweede dwaling die vele mensen begaan, jammer genoeg, is totale ontkenning van de namen en eigenschappen, en dat gaat niet zoals ik al zei, vooral om de eigenschappen van Allah subhanahu wa ta'ala. En al-Jahmiyyah, een van de dwalende groepen, hun kenmerk is dat ze alle eigenschappen van Allah subhanahu wa ta'ala ongedaan maken. Al-Jahmiyyah. Alle eigenschappen van Allah subhanahu wa ta'ala maken ze ongedaan. En vorige keer in Alfa aan de Rijn hebben we daar ook over gesproken. En het staat op het bandje, kunnen jullie daar naartoe keren, inshallah. En ook in de derde Iban heb ik ook gesproken over Jahmiyyah, Safwan enzovoort. Kunnen jullie weten wat nou precies, ja, of in grote lijnen, die Jahmiyyah betekenen. Daarna, even vragen later. Daarna, een van de grote dwalingen is het takyif. Zeggen hoe? Ar-Rahman al-Azizu, alles wat daar is gezeteld, over de almachtige troon, op een manier dat bij zijn koninklijke hoogheid en majesteit past, dan zeggen dat is hetgeen wat wij zeggen. Ahl-Bid'ah zeggen, hoe is hij dan gezeteld? Op wat voor manier is hij dan gezeteld? En dan zeggen ze, alhamdulillah, is hij gezeteld? Zoals ta'ala Allah, uluwen kibira minkunen zalimunen. Yani, zoals de schepping. Dat is een uitspraak die niet gezegd mag worden. En dat kunnen we opmaken uit de uitspraak van imam Malik. Er kwam een mubtadi', er kwam iemand in de moskee. Van Medina toen imam Malik rahimahullah ta'ala les gaf. En net zo'n soort les als dit. Toen kwam er iemand binnen. Net zoals het net voordat we hier weggingen. Toen jullie hier kwamen, zaten hier ook twee mensen. Die zaten ook met het. Yani, ze willen niet iets leren. Ze willen de Koran en Sunna tegenover elkaar uitspelen. En ze willen proberen de fouten, yani ogenschijnlijk fouten, in de Koran en Sunna te vinden om zo'n mensen te laten dwalen. Dat zijn natuurlijk geen fouten, maar zoals ik al eerder heb gezegd, bepaalde dingen kunnen wij in eerste instantie misschien niet helemaal goed begrijpen. Omdat soms is een hadith die is algemeen. En dan probeer jij die hadith te gebruiken voor jouw argumentatievoering, terwijl je een probleem, een specifiek probleem hebt. Je hebt een specifiek probleem en dan probeer je bewijs te voeren met een algemeen hadith. Dat kan niet. Als je een specifiek probleem hebt, moet je een specifieke hadith hebben voor het specifieke probleem. Daarvoor moet je naar Ahl al-Ilm gaan, de ulema, de geleerden. Daarvoor moeten jullie allemaal usul al-fiqh studeren. Usul al-fiqh. Om te weten wat yani een algemene ayah is. En een algemene hadith is. En wat specifiek is. Wat algeheel is. En wat aan voorwaarden is verbonden. Een mutlaq wal muqayyid. Wat algeheel is en wat aan voorwaarden is verbonden. Wat
welk zijn regel opgeheven? Opgeheven is, ja, dat is een goede taal. Maar welke regel opgeheven is en welke regel nog steeds daar is. Yani, an-nasikh wal-mansukh. An-nasikh wal-mansukh. En weten wat authentiek is, als sahih, en weten. Yani, dan moet je niet alleen maar usul al-fiqh, maar dan moet je ook mustalah al-hadith hebben studeren. Weten wat sterke hadith is en wat een zwakke hadith is. En daarna, als je al die dingen hebt gestudeerd en nog meer van deze problemen, dan kom je erachter wat muskil al-athar is. Muskil al-athar. Yani de ulema zijn erachter gekomen dat bepaalde hadith ogenschijnlijk in tegenstelling staan. Ahl al-ilm zijn erachter gekomen. We staan er allemaal even bij. Dat is belangrijk. Want dit is ma'atiq al-ahl al-sunnah wal-jama'ah. Als je slaapt, als je slaapt, 1 seconde slaapt, en je hebt niet gehoord wat ik zeg, zou het zo kunnen zijn dat jij niet goed begrijpt hoe jij je Heer, hoe jij in je Heer moet geloven. Dus dit is heel belangrijk, dat je er continu bij blijft. Heb je slaap, ga je gezicht wassen. Ik getuig nu hier, ik getuig nu hier, dat ik jullie mannen aan de sunnah wal jamaah, maar zeg het geloof overtuigd van aan de sunnah wal jamaah onderwijs. Niemand kan zometeen gaan zeggen dat Mohammed Khalid het anders heeft gezegd. Jullie, het bandje staat opgenomen, het is deze manier zoals het er staat. Zoals ik het heb gezegd, is het onderweten. Probeer het goed te begrijpen en het zo over te brengen zoals je het hebt gehoord. Niet ik denk en niet in de halve betekenis enzovoort. Heel belangrijk. Daarna leer je dingen zoals muskil al-athar. Yani athar, ahadith, en ook ayat van de Koran. Een ahadith die muskil zijn, yani die een probleem zijn. Waarom hebben ze dat zo genoemd? Omdat ogenschijnlijk zijn die hadith en ayat zijn probleemgevallen. Omdat de gewone man die hadith niet zomaar kan begrijpen. Daarvoor zijn er boekwerken geschreven over muskil al-athar. Dus al komt er iemand en die zegt tegen je moet zitten dan, er is een hadith die zegt zo, en er is een ander hadith die zegt zo. Wat is het nou eigenlijk die islam? Zoals bijvoorbeeld veel van de Orientalisten. Zo willen Orientalisten proberen jullie stuk te maken op die manier. Huh? Hij komt met een algehele hadith, terwijl hij argumentatie voert voor een probleem dat te maken heeft met iets dat aan voorwaarden is verbonden. Hoe kan je dan met een algehele hadith komen? Ik wil er eigenlijk niet in zijn, omdat het maakt het heel lang. Maar even snel. Bijvoorbeeld, de profeet sallallahu alaihi wa sallam die zegt dat al hetgene wat van de aarde afkomt, authentieke hadith. Al hetgene wat van de aarde afkomt, yani van de boer dat het van de aarde had, dat het een tiende zakat is. En een andere hadith die zegt, vorige keer zei ik al in de les, dat was in Den Haag, dat weet broeder. Toen zei ik al, dat oostak, het woord oostak, weet ik niet precies wat het in Nederlands betekent. Ik heb ook geen woordenboek dat ik het opzoek, maar misschien zoek je het zelf op. Ze hebben een voorbeeld gezegd, nou laten we het maar balen noemen. Balen. Sorry voor dat ik niet de precieze vertaling op dit moment kan geven. Maar er is een andere hadith, authentiek ook. Waarin het prijs is een tekst. Lees je. Fima doene gamsati oostak, sadaqa. Yani als er is geen sadaqa. Als datgene wat van de grond afkomt, minder als 5 balen is. Algeheel, wat is algeheel? Dat over de gehele aarde een tiende. Maar als voorwaarde verbonden, is dat er eerst 5 balen afgehaald moeten worden, en dan pas datgene wat boven de 5 balen is, dat daarvan wordt sadaqa. Ja, dan komt die tiende daar pas. Begrijp je dat? Begrijp je niet? Wat begrijp je? Nee, wacht even.
nadat er 5 balen van de grond af zijn gehaald, dan is die eerste hadith, die eerste hadith is toch al-kahil, is een tiende van de grond, dat van de grond afgehaald wordt. Terwijl de tweede hadith die zegt, dat er alleen maar sadaqa is, nadat er 5 balen van de grond af zijn gehaald. Nadat er 5 balen van de grond. Dus we halen eerst zeg maar 5 balen van de grond af, en dan pas gaan we kijken, een tiende van wat er van de grond komt. Dus we hebben al 5 balen, maar zoals ik al zeg, vijf balen, hoe groot is dan een baal? Allahu a'lam, ik weet het nu, dat de Oosak, ik weet niet precies, misschien dat iemand het weet in het Nederlands. Oosak, Wisk, Wasak. Oké, maakt niet uit. Inshallah, nee, niet wakkie, wakkie is 30 gram, maar Allahu a'lam. Dus dat is een voorbeeld van muskil al-a'saq.